Ja, jongens, dit is het vet. Hij zegt die ene, ik ga er dan. Dat kleintje, dat. Maar ze gaan wel goed vasthouden, joh. Aan je hand ook. Als je hand omdraait, Henkje. Dan gaan ze al vasthouden. Dat is mooi, hè? Kijk binnen. Kijk eens, schatjes. Moet je wel je hand erom houden. Ze worden moe, hoor. Ze houden het niet zo lang vol. Nee, moet wel weer wezen bij dan. Het gaat zo hard, hè. Ze zijn in één dag weer zo. Is maar even gisteren geen probleem. Fantastisch. Ja, dat is een goeie, hè. Je kan gewoon voelen dat de kussens dikker worden. Ja, ja, dat is ja, maar moet eens kijken hoe dat gaat. Ja. Jongen, jongen, jongen. Twee. Oh, ja, ja, dat weet ik. Maar ze hebben één keer nog wel meer zien dan de andere keer. Dus mag is het de tweede of de derde? Dit is de tweede. Twee vind ik dat ze minimaal moet doen. Kom op. Ja, stuk in. Nee, wat is het zwaar? Ja, toch proberen. Dat is niet helemaal niet meer. Nee, niks. Ja, niet meer. Bel hem maar. De mond neem ik vol. Fantastisch. Dus kijk, twee heeft hij er al. Nou, je mag een derde nog proberen, wat je ervan wist. Dat is mooi, hè? Het is jammer dat die spuitjes allemaal deed. Niet zo'n klein speentje, dat ze echt zijn moesten trekken, hè? Dat is jammer. Ja, even los. Nou, aan de andere kant gaat het wel vlug over. Jawel, maar voor de beestjes zelf. Ja, voor nou, daar heb je gelijk in. Met het super. Maar hoor je niet. Hij is nog steeds aan het... Hij is zelf actief. Ja, daarom. Ja. Nou, ik heb het geslaagd. Ik vergeet het altijd maar door en dan blijft er, komt er altijd wel wat in. Nee, dat heb je ook gelijk. Nou, hij blijft in ieder geval doorgaan. Zal een derde spuit wel wat? Ja, weet ik. Zo, hier, lik eens in. Zie je het eventjes uit? Hé? Spul dat pixel, hè? Oh, vies. Ja. Nou, het is voor jou wel enige tijd gekomen. Die schudt ook helemaal. Ja, die is een beetje spastisch. Ja, die is inderdaad, die is een beetje achter nu, Tommy. Dat is deze allemaal dat schudden en de anderen doen het niet meer. Die meneer ook bij van toe waren. Ja, dat is terecht, hè. Die hebben we vanmorgen gekeken. Goed zo. Dat smakken vind ik zo mooi, hè. En nou doordrinken jij, denk dan. Goed zo. Nou, één, twee. Ja, ik wil toch dat je er twee hebt in ieder geval. Onverbiddelijk. Goed zo. Nou, zo gaat het goed. Ja, schrik. Schrik. Die briefje naar de regelaar. Drie auto's vol? Ja, met drie auto's, ja. Goed zo. Eventjes uitgerust. Ja, die deurtjes die wat erbij, hè? Ja. Ja, dat is het beste. Dan drinken ze het meeste uit de overtuiging. Alles wat je weer erbij krijgt is meegenomen, jong. Zo heb ik een kleintje ook gedaan. Hè? Je hebt nou een kleintje. Kleintje rechts is dit. Nou, dat is er genoeg van. Hier haal ik je erin. Zal ik even? Even. Het oor al rechts. Ja, soms zit er een hele klollen. Kom eens hier. Hoi. Dat is zeker. Ja, die was er ook helemaal weg van. Oh, die zat er. Die is ook zo leuk vast. En die is ook zo gek met beest. Nee. Het zelf willen, ja. Hè? Nou, de keuken is erin. En hier heeft hij uur gevangen. Even kijken, dat is nog een droog. Nou, ze plassen er aardig over, hè? Ja, en moet je ze morgen zien. En als we nou gedronken hebben, zit dan in de doos. Eerst in de oortje. Eerst in de emmer. Voor liggen, hè? Ja, mooi. Soms springen ze al uit de pakken en zijn nu een beetje slaapig, maar... Is op. Ja, zal nog best hier stil zijn als ze weg zijn. Ja. Zeker. Ah, mooi. Dat is turbo. Zijn oren zijn ook alweer een stuk gegroeid. Het is echt op, moet je kijken, dan wordt hij boos. Ik met dan bijt hij er hard in. Even kijken. Zie je hoe dat bleef? Ja, nou, hij ziet hem ook aankomen nu, hoor. Even wachten. Ja. Hoeveel moet hij vol? 2,5. Ja, dat kan ik niet staan. Geen mij maar. Ja. Rrrt.
Ik zal mijn hand weghalen, maar ik denk dat ik het goed zie. Ja. Nou, dit is weer fantastisch. Dat is er weer op. Ja. Zoveel kan je niet aanmaken als moeder. Hè? Die? Oh, nou dan is het makkelijk, de blauw. Ja, dat is zoals het bij de dinges was. Ze zijn ook weer mooier geworden. Wie je Ruud, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Helemaal goed gedruwd, hè. Ik ga zien. Een beetje snuffelen? Mag je zo nemen? Kom maar met je pop. Pardon. Kijk, dat is dat nootje wat ik haak. Dat is jammer, die enkel gaat nog gelijk eten. Ik ga het nog even weg moeten zitten. Zie maar. Ja, ze hangen namelijk aan die stok steeds. Want dat is het mooiste als ze dat weer gaan doen. En dan hangt er een over en die speelt dan met diegene die eraan hangt. Dan pak ik hem net nog wel even af. Een appel. Je zwakt, ze gaat door het gaatje in je doos. Ja, je hebt een ja, stukje steekt er ook uit. Ja. Zep, moet je nog kuppen. Het is jammer dat die ene nou weer in het huisje mee zit. Ja, die gaat echt slapen. Die staan, die zijn nog meer kuppen gedaan. Die staan, zijn nog net zo groot als het beestje zelf. Ja, ja. Verrassend mooi uitzetten. Ja, daar komt hij weer. Ja, daar is hij. Dus ze klimmen helemaal niet in. Nee, dat komt er straks waar ze werkelijk. Niets van kijk, dan pest die een nou, dan moet ik morgen nog maar even proberen. Oh ja. Kunnen we die druk met de... Met de dennenappel. Het is jammer dat je nog op zit en het is allemaal hartstikke duister. Ja, want anders... Die zijn aan het oefenen. Ja. Nou, we zullen daar niet van wachten. Ik pak de... Morgen zeg je weer, kijk er weer. Kijk maar, wat heb jij? Zien we het, er was twee in het huisje. Wat zijn we hier lekker doen? Ik heb net nog een echte huppel, hè? Ja, ze beginnen echt zo... Echt als eekhoorns. Hij pakt hem weer af, zag je dat? Dat is een lelijke, hoor. Kijk. Kijk, die springt. Kijk, hij mag er niet wijken hoor. Kijk. Nou, laat ik nog een boxen doen. Ze spelen ze ook wel voorzelf aan. Ik kom ja, dus straks was het op die tak wat nodig. Hij is echt zo fel, want dan zaten ze met zijn kruidjes op die tak. Weet je. Misschien is de lol eraf hoor, van die tak. Nee, dat komt niet. Dat doen ze steeds. Een klein ding is maar drukker met die dennenappel. Ja. Dat is geen van die. Als een vogel zou je fluiten buiten staan, dan zit ze ook in een schil. Geen snel, hè? Zo vroeg kan ik het niet kijken. Nee, zie je? Het gaat zo hard, dat zie je met dat spelen ook, hè? Want ze speelden de eerste keer dat ze erin zitten een paar minuten en dan gingen ze al slapen en nu zijn ze veel... Ja, ze zijn maar groter, hè? Ja.
gebeurt er dan weer? Niet zo mooi onderin. Nee. Ik ben wel een speciaal hoog gaan, omdat ze er inderdaad onderuit niet aan heeft. Aan de zonnepitten. Die pakt je met zijn handjes. Kijk, zie je handje? Ja, ja. En die pakken ze er het eerst uit. Kijk, pak van het rijtje binnen. Ik vind het dikke met die dat ik heb. Ik heb op hier, dus ik heb het hier. Hup. Ja, er wordt een huis opgekeken. In de doos zitten. Wat doet hij nou? We zitten nog steeds in met Noord. Ja, ja, dat denk ik. Oh, hij zit er nog in. Ja. Nou, dat gaat zitten. Ja, de stoel kraakt er van even. Ja, ze reuren alles. Dat vind ik toch zo prachtig, dat ze zo zitten en dan springen. Dat al zo, ja. Pik? Ja, twee dingen tegelijk. En wie dan nou? Hij weet niet wat hij moet kiezen. Ja, hij zegt gaf of al. Die wil probeert erin te krijgen. Je moest het pakken elkaar, ook aan niet kijken, ze grijpen elkaar, zie je, hoe is dat? Kijk, dat pak je, volgens een tijdje, dan bijt hij ook, hè. Pak ik de volgende, huppakee, pak ik, dat is Turbo, die doet dat. Die zal het helemaal doen. En die zijn weer zo geweldig veranderd. Sinds we ze een week terug gezien hebben. Kom nou. Straks als ze af te drinken en even steken. Grote kop, hè. Geweldig gegroeid. Als die schrikt, die durven niet meer los te laten eigenlijk, want als die schrikt is die weg hoor. Ja. Ze zijn zo vlug. Je moet er nou nog een beetje. Dan krijgen ze dit stuk er weer in. Maar die moet ik ook al vastzetten, anders zo slepen ze door de hele doos heen.
nootje. Ja, hou vast je nootje hoor. Is dat niet te hoog om ze zo weg te geven? Nou, je laat het laatste. Kom maar. Zo. En je nootje. Pak je nootje. Pak je nootje. Ja. Pak je nootje. Ja, hou vast hoor. Hou vast je nootje. Hou vast je nootje. Zo. Oeps. Ze doet net aan die kant van de doos zitten. Het ook alleen echt. Die begint al. Die zit de zonnepitjes al uit. Ja, ja. Toen ze deur. Dat nootje hebben ze zo op nou hoor. Ja, dat zal wel. Oh, en hij drinkt. Ja. Ja, ze drinken wel, weet je. Ja, ze drinken wel, kijk maar. Er zit er één te drinken, heel mooi. Nou, dat gaat prima, hè. En ze eten nou ook zoveel van dat voer. Ja, ik zie hier die ene. Zonnebitjes en maïs. Ja. Alles en nog wat gehaald ze eruit. Die grote stukken gehaald. Dan kijk je nog even aan, Benno, zag je dat? Thank you.
Ja, maar daar zijn ze aan gewend, aan de slakjes. Ja. Daar hebben we een vier op. Thank you.
je erop gaan zitten. Moet je de taai leggen. Ja. Ja, hier moet het zeker weer goed vast houden. Ik kon het gelijk niet protesteren. Maar dat is een mus. Dat ligt ooit recht van. Dat je even zo omhoog ging. Het rechte punt is kleiner dan de andere. Nou, dat kan. Ik kijk die mus helemaal vlakbij. Maar ik krijg er niet van. Nee, niks. Dan de hand is het mooi opnemen, Ben. Dat is de dag recht. Ja, want je moet mooi dichtbij halen. Ja, Ben ook. Ja, ik heb mooi dichtbij halen. En dan komt de zon erop over. Dat is meteen handig, hè. Snel genoeg, dat zie je. Het is maar goed dat niet alle vier het weg was, want hij er niks van gezien. Nee, als alle vier zo, dat is het dan. Ja, dat is het. Ja, dat is het ook. Ja. Dat is het anders, dat is het. Wat voor geluid maken is. Ja, een beetje knorrig. Ja, dat ja, 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 ja. Springen van de ene tak naar de andere. Een soort van check. Kijk, hoe moet ik het van u aan ook? Ja, dat is nog niet. Nee. Kijk, is mooi. Is het nou daar in de deur? Ja. 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 Ja